Miljoenen bijen hebben deze dagen in hun rieten of houten huizen een reisje naar de markt in Veenendaal gemaakt, die naar men aanneemt haar ontstaan te danken heeft aan het feit dat in vroeger tijden de imkers elk jaar met hun zwermen naar de bloeiende Betuwe trokken. Omdat de bijen alleen 's nachts vervoerd mogen worden, hield men halverwege de reis bij het aanbreken van de dag halt. Die stopplaats in de buurt van Veenendaal werd zo een knooppunt van imkers die er allengs tot zaken doen overgingen. En tot op de huidige dag is hier een markt gebleven. Zij is de grootste en een van de oudste van Europa. Van geslacht op geslacht is het steeds een Van Kessel geweest die als marktmeester fungeerde. En dat is ook nu nog het geval met de 85-jarige Johannes Van Kessel. Er was een levendige handel dit jaar. Vele zwermen verwisselden van eigenaar, zonder dat daarbij ook maar één bij tussen de handen verpletterd werd. In het kader van het Holland.